Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb de Bambix Bende klaar zitten. We gaan even Liam naar schooltje brengen. En dan ga ik even wat boodschappen halen. En gaan we weer naar huis en dingen doen. Inmiddels hebben de kindjes allemaal geslapen. Het regent hier. Dus het ziet er een beetje donker uit. Jordi wil niet drinken. Dus ik ben dit al aan het stoeien met hem. Maar ja, het komt goed. Ik ben pannenkoek aan het bakken. Dat is wat we gaan eten. Dus ja, even gauw dop bakken en we zijn klaar. Oh, wat lekker! Heb je lekker bordje pannenkoek? En ik natuurlijk ook. Ik pak daar met spekjes en suiker. Heel zicht. Heeft er eentje met kaas en dubbele. Yep. Mijn kindjes verwen ik ook zo, hè. En stiekem papa ook wel. Take 3. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Onze Sammy is ook van de partij. Sam. Sammy. Sammy. Kijk je daar. Nee! Papa. Oh, die knuffel die doe ik van de week goed introduceren bij Jordi. Met een slaapvos. Muziekdoosje. Dat ja. Maar papa, wat gaan we nou doen? We gaan naar de Kranenbroek. Even een zwembad kopen. Dit was iets dat Niels heel graag wou. En we zaten er al even naar te kijken. En we hebben besloten om het te doen. Heb je hem gevonden, de knuffel? Dus dat is wat we gaan doen. Jordi is zo te horen ook al wakker. Dus papa die gaat daar het kindje naar beneden doen. En ik ga de kleren pakken en alles. En Niels die gaat gewoon zorgen dat de kleren... Dat de kinderen klaar zijn. Mm. Dus ja, we zullen daar ook maar eens even aan de slag gaan. Zo toch, is Jordi wakker? Dat zeg ik net. Mm. Die stoel die jullie net zagen, we hebben we gedaan, Niels. Ja, die hebben we gekocht. Voor Jordi. Om handen. Jordi vindt dat zo geweldig, zo schommelig, wordt hij zo rustig van. En hij kan daar gewoon uren in zitten. Dus ik gun hem dit gewoon. Om lekker gewoon zijn eigen ding te hebben, buiten. Zodat het voor hem ook leuker wordt om naar buiten te gaan, toch? Ja, dat is dus wat we hebben gekocht en we hebben zwembad gekocht. We zijn nu onderweg naar huis, dan pakt Niels de bus. En dan gaat hij de stoel en het zwembad ophalen. Dat is de bedoeling. Dus ja, ik ga daar dan fruit maken voor de kindjes en dan komt Niels weer terug en dan kan ik de was gaan doen. Niels heeft die stoel al in elkaar gezet. Dus dat is goed. Ik ben nu even flink aan het opruimen. Liam en Jordi liggen nog in bed. Die zijn nog aan het slapen. En ik ben even de vuilwas aan het doen. Want ja, dat is ook nodig natuurlijk. En ik heb nog steeds geen kaboutertjes die het voor me staan te doen hier. Dus ja. Dan moet ik het toch even zelf doen. Als dadelijk Liam en Jordi wakker zijn en ze hebben wat gedronken. Dan gaan we eventjes naar de winkel toe. Sam is al wakker. Die wilde niet meer slapen. Dus ja, hè. Maar ja, we moeten het dan maar mee doen. Ik heb al een hele berg was opgevouwen. Ik ben nog niet helemaal klaar. Want op het moment dat ik daarmee bezig was, gingen de kindjes naar bed. En ja, dan moeten ze wel slapen. Dus
dan ga ik daar ook niet blijvend vervelen. Ja, papa. Hier, papa. Niels is buiten aan het opruimen. Er hadden nog wat rommel staan wat nog opgeruimd moest worden en weggegooid moest worden enzovoorts enzovoorts. Dus zo blijf je toch bezig. Dus ja. En ik had ook nog pannenkoeken van gisteren over, dus dat hebben de kindjes straks opgegeten. En ik had nog wat afwas van gisteren staan wat ik niet had opgeruimd. Of in ieder geval niet een vaatwasser heb gedaan, dus dat ga ik nu doen. Bedenken wat ik morgen of wat we vanavond eten. Och jezus toch. De kindjes die eten broodje kroket. Niels en ik eten een wrap. Geïnspireerd op de... geïnspireerd op de Twister. Mocht je nou willen weten hoe dat ik dit maak, laat even weten in de reacties. Dan maak ik nog wel een video. Het is tijd. De hoogste tijd voor een flesje en dan niet geen gezelligheid. Hij gaat naar bed en hij gaat ook. En onze Sammy, die is zo de pineut. Want die wordt nu een schone luier aangedaan en een pyjamaatje. Daarna is Jordi de pineut, maar Jordi moet altijd eventjes eerst een fles hebben. Want die doet door de ontspanning nog een paar scheetjes et cetera laten. Dus vandaar. Hij ligt lekker zijn flesje te drinken. Ik heb al mijn was opgevouwen en opgeruimd, dus dat is top. Daarna gaan we hier dadelijk eventjes aan de gang, een uurtje. En dan is het hier beneden klaar. En dan kunnen we bankzaken en beleggingen doen, want ik ben klaar. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Oh, ja. Oh, ja, het gaat kruipen hoor. Jij. We hebben min of meer een soort van uitgeslapen. Jordi is wakker. Liam had het nog niet gehoord. Maar Sam die was aan het terroriseren. Dus. We gaan lekker zo opstaan. En vandaag. We gaan vandaag doen, papa. Tuin opruimen. Ja, we gaan in de tuin plooien en onkruid weghalen en alles. En straks op kraambezoek. En straks moeten we op kraambezoek. Dat klopt. Ik ben net af en toe Darth Vader. Nee. Nee. Nee, inderdaad. Nee, dat zeg je helemaal goed. En toen lag ik even met Jordi in bed. Niels die heeft Sam en Liam nu naar beneden gedaan. En Jordi die ligt nu even bij mama lekker te koelen in bed. Dat doen we wel ooit eens vaker. Dat een van de kinderen dan even bij mama in bed blijft liggen. Niet knuffelen. Niet knuffelen. Hi. Hij is vrolijk. En bij hem hoef ik ook niet bang te zijn dat ik gebeten word. Want hij komt gewoon alleen knuffelen. En daar hou ik van. Wij zijn lekker aan het eten. Ja, het is lekker croissantjes. Dus wij gaan lekker eten. Papa gemaakt. En mama heeft de tafel gedekt. Ja. Ze hebben allebei iets gedaan. En ik ben op de helft van de tuin. Komt eraan. Zit je samen met Joefje in de mand? Hé, hey, Sammy. Zit je samen met Joefje in de mand? Hoofd, schouders,
Ben je een ijsje aan het eten? Ja. Is die lekker? Lekker. Wow. Ik zit momenteel heel eventjes lekker buiten te editen. Heerlijk, het weer is lekker. Maar wat ik nog even wil melden is dat er aankomende vrijdag geen vlog online komt. Deze gaat gewoon maandag als een week vlog online met onze avontuur in het ziekenhuis. Dus ja. Ik moet natuurlijk ook gewoon even aan mezelf denken. En ik moet er voor Jordi zijn. Dus dat betekent dat ik beter gewoon mijn volledige aandacht op het ziekenhuisgebeuren kan hebben. En dat ik niet nog moet denken van, oh chips, ik moet ook nog uploaden. Dus vandaar. Dus bij deze eventjes de informatie. Deze liggen op bed. Zijn gedoucht. Op Jordi na dan. Die gaat morgenavond. Ja. En wij gaan hier nog even opruimen en dan is het gewoon een kwestie van... Moet je tv kijken en dan pas. Dat dus. Dus bij deze gaan we deze ups en dan ook afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.